Ho! Eerst even opwarmen. Want we zijn eindelijk aanbeland bij de laatste vorm van integratie, zoals beschreven door Rens Gresnik. Transdisciplinair, vorm 6. 3, 4, 5, 6, 7. Transdisciplinair is een manier van geïntegreerd werken, waarbij je voor een belangrijk deel de regie bij de leerlingen neerlegt. Ik kan van tevoren ook niet heel erg duidelijk aangeven van, ik weet zeker dat dit de leeruitkomst is bij de kinderen. Want de kinderen zijn zelf eigenaar van het leerproces. Schoolvakken worden niet als zodanig herkend. De leerlingen krijgen geen muziek, drama of geschiedenisles. Ze krijgen geen kant-en-klare thema-opdrachten voorgeschoteld, maar bedenken zelf de vragen om te onderzoeken. Een voorbeeld van een transdisciplinaire les? WASO, Writing a Science Opera. De kinderen die gaan op zijn Nederlands een wetenschapsopera schrijven. Dus dat betekent dat ze van nul af aan alles zelf gaan bedenken in een korte voorstelling waarbij kunst en wetenschap elkaar ontmoeten. Wat mij vooral verrast is dat de kinderen die normaal gesproken in de klas niet zo opvallen of niet zo aanwezig zijn, die nu ineens helemaal hun eigen rol pakken. Ik had kinderen die normaal gesproken niet aan het woord komen, die nu ineens hun eigen tekening gingen maken, hun eigen plan. WASO biedt leerkrachten duidelijke kaders. Je kunt het zo groot en zo klein maken als je wil. Je kunt actief bijsturen op leerdoelen, want de juiste stof moet worden geleerd. Maar je moet ook durven loslaten. Alleen zo komen de gekozen thema's dicht bij de belevingswereld van de kinderen te liggen. Zo kiezen ze vandaag voor YouTube of TikTok. Daar moet ik dus muziek bij doen. Leerlingen denken na over muziek, maar doen op hun laptops ook een uitvoerig onderzoek naar de inhoud. Ook verdelen ze zelf de rollen. Hij is Piet, hij is Fleming en ik ben telefoondraadje. Sorry, wat? Telefoondraadje. Waarom? Dus dan verbind ik iedereen. Ah ja, en die verbinding, die is belangrijk. Hoe vaker ze die leggen, hoe handiger ze erin worden. De kinderen verbinden zelf de uitkomsten van het onderzoek aan de verhaallijnen en muzikale en dramaturgische elementen aan de wetenschappelijke inhoud. Dat doen ze omdat... Omdat we mensen wat willen leren. Over de telefoon en over TikTok en YouTube. En ja, daarom zijn we dat aan het uitzoeken. Ja, ik vind het heel leuk. Ja. En dat zit hem vooral in het feit dat je dus als leerkracht veel meer de rol neemt van begeleider dan degene die bepaalt hoe het moet. Ik ben oplader! Tja, als je als leerkracht niet alles voorkoudt, dan kan je gewoon zelf je fantasie gebruiken. En dingen zelf doen is leuk, omdat... Omdat je dan je eigen creativiteit erin kan doen. En dan is het eigenlijk ook nooit fout. Er kan van alles gebeuren. Dat vind ik zo leuk aan van je eigen fantasie te gebruiken. Ja, dat is gewoon leuk. Oh, we moeten door. Want het is tijd voor de voorstelling. 1, go. En die was natuurlijk een doorslaand succes. Dus ga ook aan de slag. Meer weten over deze vorm van vakintegratie? Kijk dan op meermuziekindeklas.nl.